Hallo mensen van Gaming SB, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Jimmy Neutron Boy Genius. En ja hoor, we moesten hier naartoe, als dat ik me kan herinneren, talk to Libby neer, maar ja, dus we gaan hier dan ook naartoe. Hey Libby, zo makkelijk is het. Cindy? Yeah, she's over at the Octopuke ride waiting for me. Is everything okay? Nee. I need to get some of the power plant's plutonium for the rocket ship so I can rescue Carl. You know what? Cindy has the key to Miss Fowl's room. I think the pass cars to the power plant are in there for our field trip tomorrow. Okay. Oh, that's great. Cindy carries that key around everywhere. Here, take my ticket so you can see her. Hurry, Jimmy, you're Carl's only hope. Yeah, okay, yeah, yeah, you have helemaal gelijk. If... Oh, we moeten haar gewoon vinden in Retroland. Dus we weten totaal niet waar ze is. Gewoon ergens in Retroland. Ja, ga me zoeken joh. Hé, dit is een kindergame. Zelfs als een circuit legt het nog beter uit. Tjonge. Nee, dat is wel waar. Ik bedoel, ik vind dat dat op zich... Als een circuit legt zulke soort dingen juist goed uit. En dat mag gezegd worden, vind ik. Ja, ja. Dat is aan de ene kant... Heeft het wel wat aan de andere kant... Ik weet niet, het maakt het ook wel weer een beetje makkelijker. Ook al heeft het ook wel leukere dingetjes hoor. Het is ook niet altijd van, hey, ja, dit moet je doen en doe dat maar. En je moet ook wel eens zoeken, maar ja, nou ja, het maakt het wel makkelijker. Dus, nou, dat jullie dat even weten. Ja, het viel me gewoon op dat, ja, dat nu niet zo specifiek is. En ik denk het soms wel. Oh, wacht, dit is het? Dit is het. Oh, ik denk misschien hier Cindy of zo. Maar je kunt hier dus ook echt in en zo. Dat wist ik niet. Oh, rustig. Nou, dit vind ik wel goed. Oh, wacht, dat kun je ook niet. Kun je niet gewoon... Ja, oké. Kunnen we hier gewoon uit? Oh, nee, wacht, dan moeten we weer terug in. Logica. Nee, ik dacht echt geen idee wat ik allemaal denk. Geen idee, ik weet het gewoon zelf niet. Ik weet niet meer wat omhoog... Oh ja, dat was klikken. Ik heb deze game al een tijdje niet meer gespeeld. Dat komt door dingen en zo. Ja, nou. Lekker duidelijk en specifiek. Dat ben ik. Yay. Find Cindy in Retroland. Ja, dat heb ik al gelezen. En daar is ze. Daar she is. Dat is ook perfect. Cindy, I'm glad to see you. I need to get inside Miss Fowl's classroom when you have the only key. Can I borrow it from you? You think I'm just gonna give you the key? Miss Fowl, trust me. Read my lips. N-O. No. Cindy, it's great to hear that you've mastered your spelling words. But I need to rescue Carl from space. My therapist warned me about you, Jimmy. There are no such things as aliens. Oh, no. There's the key, Jimmy. Hurry, Jimmy Neutron. You're our only hope. Women. Ja, echt, hè. Ik snap je. Vrouwen, praa. Human boy. Well, we've been unable to capture him, sir. He's slipperier than a greased rooster in a chicken coop. But we did bring you a friend of his that will lead him to us. Let go of me, you mechanical egg. You've made a big mistake if you think you can make me talk. It's not you we are looking for. It's the human named Jimmy Neutron. You'll never capture Jimmy. He's too smart for you. That's what you think. Anders dan zegt ze dat niet, hè. Dus ik denk, ja, wel, dat is wat zij denkt, ja. Dat heb je goed gedacht. Gedenkt, zoals ze dat in heel mooi Nederlands zeggen. Want dat is ook heel goed Nederlands. Dat weet ik, ja. Dat weet ik. Ik ga trouwens eventjes scooter inzetten. Want ik word zo boos van die trage gedoe. Dus we gaan gewoon even scooter inzetten. En kunnen we hier ook uit? Niet met de scooter zeker. Niet met de scooter. Nee, ook niet zonder scooter. What the fuck, man. Oh, wacht. Dit is exit. Geen wonder. Nu snap ik het al. Weet ik veel. Ik bedoel, ik heb deze game niet zoveel gespeeld. Ja, eigenlijk heb ik hem wel veel gespeeld. Alleen, school is dat, hè? School. Ja, dat is school. Wow, ik weet waar een classroom is. Wow, goed hè. Knap hè. Ja, weet ik. Weet ik toch, G. Man. Je kent me toch.
Miss Flo, is dat niet, mevrouw Vogel? Wacht, 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 hier staat iets op. Ja, hier kunnen we in. Oké, wat? Go to the power plant, wat? Oké, power plant, ik heb geen idee waar dat is, maar we vinden het wel. We vinden het wel. Waar is de uitgang? Is dit een uitgang? Ja, dat is een uitgang. Tuurlijk, er staat zo'n pijl bij, Sander. Oh my god, to the power plant. Oké, wat is daar? Nou ja, boeit me ook eigenlijk niet. Power plant, oh, dat is een nieuw ding. Ah, ik dacht al van, power plant. Yo, deze muziek. Holy damn, sorry, dit is even een fanboy momentje. Meestal doe ik het altijd over Pokémon of weet ik veel wat, allemaal. Ja, maar niet over dit. Oh, mag dit? Mag dit? Nee, volgens mij mag het, is zeg maar niet de bedoeling dat je in de uranium gaat zwemmen. Ik weet niet of het uranium is. Ja, maar ik doe net alsof. Ik doe net alsof. En daar is mevrouw Vogel. Gezellig. Hallo. Watch out, Miss Bell. There's Yokians all over the place. Thanks for saving me, Jimmy. Am I glad to see you? The Yokians are draining energy from the power plant, causing it to overheat. We need to turn it off before something bad happens. Don't worry, Miss Bell. There are plenty of technicians in there. I'm sure they have things under control. They've all been abducted by the Yokians. Oh, nu zei ook al. Nou, het gaat nu wel lekker. Ze gaat ook get the plutonium. Ja, tuurlijk. Tuurlijk wil. Dat doen wij wel weer. Communicate with the plant's network and get the blueprints for the building. Right away, Captain. What the fuck? Ik vind die stem nog steeds raar. My grappler and baseball modes are safe in here. Any rocket flames would blow this place through the roof. I have the layout. I have found power switches located throughout the building that need to be turned off. You must locate each power switch and turn it off by pressing the button on the console. The rotating light will stop once deactivated. You will also have to turn off the industrial fans from a distance with your baseball mode, as they will keep you from getting near the power switches. Okay, the plutonium is located in a room on the top level of the power plant, overlooking the operations. Oké. Oh, dat is 15 seconden. Kijk, dat is nog iets anders. Ik dacht al, nou, 5 is niet zoveel. Maar, of 15 is best wel veel, zal ik al op een gegeven moment te denken. Of is het wel 15? Jawel, het is wel 15 minuten trouwens. Oh, maar, ja. Ik heb no flying. Ah, nee, ik kan echt niet. Oh, nee, shit. Wacht, hoe kom ik hier nu weer op? Want ik mag dus niet... Oh, wacht. Oh, wauw. Ik ben goed bezig, maar volgens mij moeten we hier ook omlaag. Dus, want daar zit zo'n switch. Oh nee, shit. Nu zijn we dus hier. Ik weet niet of ik daar mag komen. Ah. Oh ja, wacht. Ik kan er gewoon doorheen. Ik snap dit zo niet, hè. Want ik kan er dus gewoon omheen, schijnbaar. Die fan. Ja, nee. Hoezo kan ik niet... Ja, ik snap wel van, fan en zo. Maar, ja, ik ben helemaal geen fan van fans. Ik ben geen fan van fans. Ja, dus dat moeten jullie even weten van mij. Oh, shit. Oké, nou, let's go. We gaan gewoon weer opnieuw totdat we... Ja, oké. En nu... Nee, shit. Ik kan niet bij die fan switch komen. Is dat... Ja, dat is een fan switch, ja, maar... De fan switch. Dus, ben je geen fan van mij? Druk op die knop. Dan ben je wel een fan van mij. Oh, wacht. Dat is alleen voor mijzelf. Dat is alleen voor mezelf. Even vergeten. Ja. Shit. Dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Gaat fout. YouTube titel. Woe. Nee. Shit. Ik hoopte zo dat het zou gaan lukken. Maar. Ja. Kan dit? Nee. Wacht. Ik kan even kijken. Grappler. Oh nee. Dat werkt niet zeker. Ja. Nee. Oh ja. Ik snap het misschien al. Misschien ook echt. Nee, wacht, dat werkt denk ik niet. Ja. Oké, en dan nu, loslaten bij fan off misschien. Ja. Nee, shit, dat werkt dus inderdaad niet. Waar ga ik dat doen? Nee, shit. Fuck, ik ben ook zo goed in deze spelletjes, hè. Wat doe ik? Nee, shit, oké.
De kamerhoeken zijn ook zo vervelend. Wacht even. Baseball. Oh, wacht. Ik kan met mijn baseball kan ik natuurlijk die fan-off switches dingen aanraken. Hoe doe je aim? Ja. Is dit goed? Ja, nice. Oh, kijk. Wauw, ik doe het helemaal op de moeilijke manier. Kan het ook gewoon op de niet moeilijke manier. En dan gaat het nog wel gewoon steeds door, maar fuck it. Fuck it, YOLO. Zoals ze dat zo heel mooi zeggen. Ik vind het wel meevallen hoe mooi het is, maar... Weet je, als jij het mooi vindt, vind ik het ook mooi. Nou is het hele probleem dat ik niet weet of jij het mooi vindt. Maar dat boeit me niet. Boeit me niet. Het gaat om mij. Het is mijn YouTube video, niet die van jou. Sorry, die was best wel gemeen. Nee, het is gewoon waar eigenlijk. Dus er is niks gemeens aan. Waarom gaat hij nu steeds op 23? Dat wil ik helemaal niet. Dat wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon dat hij... Ja, oké, het werkt. Het werkt. Oké, daar is ook iets met lasers en zo. Ik heb geen idee meer. Oké, we moeten hier opklimmen. Kan het gewoon met gewoon springen of... Nee, dat kan dus niet. Huh? Oh wauw, je kunt gewoon met de knop en springen dan of zo. Ik weet niet precies hoe het werkt. Ik weet het niet precies. Oh shit, dat werkt niet. Dat werkt niet. Dan heb ik nog één ding niet goed gedaan. Zoals gewoonlijk. Zoals altijd doe ik weer dus dingen niet goed. We hebben nog maar 9 van die dingen. Volgens mij, als je geen van die dingen meer hebt, ga je dood. Maar, we moeten even grappler hebben. Want, shit. Oké, dat is kut. Dat ging niet zo heel mooi. Dat mag gezegd worden. Let's go. Laten we deze, ja, zo moet het. Ik moet echt even wennen aan de controls weer. Want, zoals jullie misschien wel weten, ik ben heel slecht in games en al helemaal in de controls ook goed doen. Nou, dat valt daar wel mee, maar ik ben gewoon niet goed in games. Dat is het gewoon. Zelfs kindergames kan ik gewoon niet. Games die gemaakt zijn voor 8-jarige kinderen. Nee, niet voor mij hoor. Niet voor mij besteed. Dat kan ik niet. Dat is veel te moeilijk, jongen. 8 jaar, weet je hoe oud ik ben? Te oud, eigenlijk. Ik weet gewoon oprecht niet hoe ik daar naartoe moet. Serieus niet. Is dit erg? Is dit erg? Dat ik dit niet weet. Oh, power off. Ah, ik snap hem al. Ik snap hem al. Misschien moet ik nu met die baseball. Nee, hoop. Aim fire. En dan op dat ding. Ja. En dan turn off. Ja, kijk. En dan kan ik door. Aha. Nou, we zijn lekker bezig. Het gaat op zich redelijk oké. Oh, nu kan ik weer met mijn baseball spelen. Ik vind het nou niet echt trouwens... Ik vind baseball niet echt invention van of een uitvinding van... No neutron energy left. Jimmy Neutron. Automatic time travel feature. Thanks, Fox. I should be able to get it right this time. Goddard, communicate with the plant's network and get me the blueprints for the building. Right away, Captain. Oké, en we zijn weer hier. Woehoe. Gelukkig. Helemaal blij mee. Of zijn we... Oh, wacht. We zijn nu hier. Dat valt op zich nog mee, volgens mij. Dan hebben we net dat hele stukje dat ik net heb gedaan, volgens mij, gehad. Oh, nee. Toch niet. Laat maar. Jongens. Ik zie je zo wel weer. Oké, en nu zijn we weer hier. Volgens mij waren we hier net ook, volgens mij, een stukje terug. Of een stukje verder bedoel ik eigenlijk. Ik zei een stukje terug, maar dat bedoelde ik niet. Want ja, ik ben zo vaag. Ik bedoel dingen, maar die ik zeg maar niet zeg. Dat is heel handig. Niet dus. Het was een flauw grappie. Het was een flauw grappie. Zoals jullie wel van mij gewend zijn. Dat is dan weer een voordeel. Ja, nice. Oké, hebben we dat ook weer gedaan? Kan ik ook... een scooter gebruiken? Nee, scooter kan niet. Bubbel kan wel. Oké. En kunnen we ook niet dinges besturen? Flokkert? Want ja, dat is niet echt. Ja, ik weet niet. Ja, nou, ik weet niet. Ik zou het raar vinden als het namelijk niet kan. Want waarom niet? Oké, en we zijn nu hier. Dit is een nieuw gedeelte voor mij. Ik ben hier oprecht nooit geweest.
Dus ja, dat is best wel fijn of zo, denk ik. Ik denk dat het fijn is, want dat betekent dus dat ik het nu al beter doe dan dat ik het ooit eerder heb gedaan. Toen ik jong was. Maar ja, toen was ik ook jong. Dus ja, dat is ook. Toen was het ook, zeg maar, een soort van moeilijker. En zo. Oké, ja. Nice. Oké, we zijn nu hier. En let's go. Ik weet nu niet of. Is dit ook. Oh nee, dat is ook volgens mij. Volgens mij is dat ook niet goed, zeg maar. Nou kan dit aan mij liggen. Ik vraag me echt af of ik dit al een keer gehad heb. Want aan de ene kant komt me in deze buis ook alweer bekend voor op een of andere manier. Maar ik heb geen idee. Het zal ook vast wel aan mij liggen. Het ligt altijd aan mij. Altijd. Altijd ik weer. Oh wacht, ik moet ook niet te vaak met die dingen. Daardoor gingen mijn neutrons dus op. Omdat mijn, omdat ik zo vaak schoot, gingen mijn neutrons op. Dus, of neutronen. Ligt eraan of jij een Nederlander bent of niet. Ja, waarschijnlijk zijn jullie allemaal Nederlanders. Want de meeste, Nederlanders kunnen Nederlands. Dat is echt waar. Echt waar. Oké, dat was een heel vaag, dom liedje. Maar ja, dat zijn jullie ook wel gewend. Waarom noem ik vandaag alleen maar dingen op die jullie al van mij gewend zijn? Waarom? Waarom, Sander? Waarom doe je dit? Het is erg teleurstellend. Oh, shit. Ik ga dood. Ja, nee, ja, leuk, gezellig. Ja. Fijn, hè? Doodgaan. Heerlijk, prachtig. Hou ervan. Nee, valt wel mee eigenlijk. Ik bedoel, ik ben nog nooit dood gegaan, dus ik weet niet of ik het leuk vind. Maar ik wou die neutron pakken. Oh, wacht. Ik kan hem pakken. Nu kan ik gewoon. Ja, ik wou net zeggen, nu kan ik toch gewoon springen of niet dan. Maar het kon ook. Alleen ik dacht dat het niet kon. En dat was een beetje vaag. En ik dacht dat hier een kat zat. En dat kan vervelend zijn. Ligt eraan welke kat. Dus de ene bijt, de andere gaat op een toetsenbord liggen. En de andere gaat gewoon rustig liggen en vragen om aandacht. Oftewel, bijten. Nee, dat is niet hetzelfde. Wel bijna. Ik vind, weet je, het heeft best wel dingen met elkaar te maken en zo. Oh, fuck. En ik word hier ook nog volgespamd op mijn mobiel. Want ja, dat gebeurt als je bekend bent op het internet. Je bent niet bekend, dat is een beetje een probleem. Ja. Kom op, iets lager misschien nog. Iets lager. Oké, dan kan ik nu weer de grappling hoek. Of grappler. Ja, grappler. Ja, ik zei het wel goed. Nee, what the fuck? Ja, ik wou net zeggen, dat ding heb ik toen uitgedaan, man. Maar, dat had ik ook. Waar is het nu? Oh, wacht, hier zijn plutonium. Oh, we hebben het gedaan. Gotta teleport to Area 51 to rescue Carl. There's sure to be a sign of the Yokians there. Nou ja, dus op naar Area 51, want ja, dat is leuk. Wat kunnen we hier nu letterlijk niet doorheen? Ik heb geen idee. What the fuck? Ik word ook echt helemaal volgespamd. Daar hou ik van. Heerlijk. Volgespammen. Ja, dus tip. Wil je laten bekend worden? Doe het niet. Niet dat het echt ligt aan bekend worden, want ik ben helemaal niet bekend. Het is een beetje. Het klinkt alsof ik het echt meen en zo. Maar nee. Shit. Shrinkray. Nee. Hoezo? Kan ik hier. Ja, ik wou net zeggen. Ik kan hier toch gewoon mijn ding gebruiken. En dat kon ook. Alleen, ja, toch niet. Dus, Oké. Let's go naar de telefoon room en naar de. Area 51. Weet je wat? Ik zet mijn wifi wel even uit. Dat is veel makkelijker. Even gaan wifi uitzetten. Veel makkelijker. Wifi uit. Zo. Bam. Ook geen last meer van. Yeah. Is waarschijnlijk gewoon een klasse app hoor. Maar ik vind het leuker om te zeggen dat ik bekend ben op het internet. En dat het daardoor komt. Ja. En weet je, iedereen zo zijn eigen hobby's. Waar is dat schip? Wat? I don't get it. Waar is het schip? Ik heb niet goed opgelet, omdat ik mijn wifi aan het uitzetten was. Handig, Sander, handig. Ligt eraan wat je handig vindt.
Ja, ik weet niet meer waar dat ding is, maar... nee, ik weet het serieus niet. Daarvan zie je het. Moeten we daar naartoe? Ik kan beter niet opletten. Serieus, Sander. Waarom let ik nooit op? Echt. Echt hoor. Dat is niet handig. Oh, wacht. Het is helemaal niet de bedoeling dat je daardoor geraakt wordt. Nee, niet. Jimmy. Niet. Jimmy. 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 Doe maar niet. Doe maar niet. Ja. Dus, oké, nou ja. Weet je wat? Ik ga wel, naar de rocket ship in de volgende aflevering. Vond je dit een leuke video? Dan blauw duimpje omhoog. Als je niet vertelt waarom, zie ik jullie de volgende keer. Laters.